Garmin heeft dit jaar twee nieuwe smartwatches op de markt gebracht en ze verschillen heel erg van elkaar. Daarom leg ik in deze video de verschillen uit, zodat jij de Garmin kiest die het best bij jou past. Dit zijn de Garmin Venu 2 Plus en de Garmin Vivo Move Sport. Een hybride smartwatch, zoals deze Vivo Move Sport, heeft dus net als traditionele horloges echte wijzers die de tijd aangeven. Maar ook een touchscreen waarop je handige informatie vanaf je telefoon of de sensoren kunt bekijken. Dit zorgt er dus voor dat hij er als een gewone horloge uitziet wanneer het scherm uitstaat. En wanneer je het scherm aanraakt, gaan de wijzers aan de kant zodat je de info op het scherm goed kunt lezen. De Vivo Move Sport heeft allerlei sensoren die je hartslag, je bloedzuurstofniveau, je slaap en nog allerlei andere gegevens kunnen meten. Hij is dus erg geschikt om te gebruiken als sporthorloge. Je meet er allerlei gegevens over je eigen lichaam mee, zodat je een goed beeld krijgt van hoe je lichaam ervoor staat. Koppel het horloge met een bijbehorende app en je ziet meteen hoeveel calorieën je hebt verbrand en hoe je workout zich verhoudt tot eerdere sessies. Naast alle sportfuncties krijg je ook notificaties vanaf je telefoon te zien en kun je zelfs sms'jes beantwoorden. Dit werkt wel alleen in combinatie met een Android-telefoon. De batterij van de Vivo Move Sport gaat zo'n 5 dagen mee. Maar als het scherm uitstaat, wordt dit meer dan verdubbeld. Het hybride ontwerp van dit horloge zorgt naast een stijlvolle uitstraling dus ook nog voor een langere batterijduur. Heb je nou niet genoeg aan de functies van de Vivo Move Sport? Dan past de Garmin Venu 2 Plus misschien wel beter bij jou. Hij lijkt meer op een smartwatch zoals de meeste mensen die kennen en hij heeft een heleboel extra functies. Het is wel goed om meteen even te benoemen dat de Venu 2 Plus in een hogere prijsklasse valt, maar hier krijg je wel genoeg voor terug. Deze smartwatch heeft alle sensoren die de Vivo Move Sport ook heeft, plus een aantal extra's, zoals een ingebouwde GPS en een NFC-chip, zodat je contactloos met je horloge kunt betalen. Ook heeft de Venu 2 Plus een speaker en een microfoon om zo telefoongesprekken te kunnen voeren en een opslaggeheugen waar je toch wel 650 nummers op kwijt kunt. Als je je telefoon tijdens het sporten liever thuis laat, dan is dit erg handig. Je kunt er namelijk nog steeds muziek mee luisteren en dankzij de ingebouwde GPS zie je na die tijd precies hoeveel kilometers je hebt hardgelopen. De GPS vraagt wel veel van de batterij, dus zet deze alleen aan als je niet met de telefoon verbonden bent. Bij normaal gebruik gaat de Venu 2 Plus ongeveer 9 dagen mee voordat je hem hoeft op te laden, maar met GPS aan zit je meer in de buurt van 24 uur. De Garmin Venu 2 Plus en de Vivo Move Sport hebben nog veel meer functies, maar de belangrijkste hebben we nu wel uitgelicht. Wil je een stijlvol horloge voor tijdens het sporten? Kies dan voor de Vivo Move Sport. Wil je liever een smartwatch met een mooi scherm en zoveel mogelijk functies? Dan zou ik voor de Venu 2 Plus gaan. Ben jij nou geïnteresseerd in een van deze smartwatches? Check ze dan snel op belsimpel.nl of download onze app.